Is de evolutietheorie waar of niet? Stammen wij van Adam en Eva of stammen wij van apen af? Kunnen wij als christenen geloven in de evolutietheorie en in de Bijbel tegelijk? Welkom weer bij een nieuwe aflevering van God Bestaat. In de komende aflevering zullen wij samen de evolutietheorie onder de loep nemen. Voordat ik antwoord ga geven op de gestelde vragen, ga ik eerst de definitie uitleggen van de evolutietheorie. Want daar al begint een heleboel verwarring. Ten eerste is namelijk de evolutietheorie te onderscheiden in twee categorieën: microevolutie en macroevolutie. Te beginnen met microevolutie. Microevolutie is het proces van kleinschalige, stapsgewijze veranderingen waardoor soorten zich aanpassen aan de omgeving. Een voorbeeld hiervan is dat een hond met de tijd mee een langere of een kortere staart krijgt. Dit gebeurt afhankelijk van de omgeving van de hond om zo te overleven. Een ander voorbeeld is dat bijvoorbeeld de oren van de aap iets veranderen van vorm over de jaren heen. Het gaat er dus om dat er binnen een bepaalde soort leven of planten, of dat nou dieren zijn of planten, en met name dieren, veranderingen plaatsvinden zoals je hier op de foto ziet. Macroevolutie is een theorie dat beweert dat over de jaren heen soorten tot soort veranderen. Dus waarin microevolutie ging over dat een bepaalde soort binnen zijn soort verandert, gaat macroevolutie dan weer over dat er van soort tot soort wordt veranderd. Dus bijvoorbeeld van vis tot konijn of van varken tot ezel, zoals je hier op de foto ziet. Macroevolutie is geobserveerd en daar is bewijs voor en dat kunnen wij met zekerheid verklaren en zeggen van dat is waarheid en zonder moeite geloven. Het probleem echter is, zit hem in macroevolutie, want deze theorie is slechts een aanname. Hoe is deze evolutietheorie tot stand gekomen? En als ik vanaf nu heb over evolutietheorie, dan heb ik het over macroevolutie. Deze theorie is tot stand gekomen doordat mensen microevolutie hebben geobserveerd. Dus ze hebben gezien, er verandert binnen een bepaalde soort iets aan de eigenschappen van het leven. Dus als we ver genoeg teruggaan in de tijd, dan zouden we allemaal van één cel moeten afstammen. En dit is wat mensen bedoelen met de evolutietheorie. Om precies te zijn beweert de evolutietheorie dus het volgende. Dat het leven op aarde is begonnen met een eenvoudig eencellig organisme die door toeval is ontstaan. Deze eencellig organisme is ontstaan doordat water met lucht botste op een rots. En vandaar ontstond die ene cel. Eveneens door toevallige mutaties ontwikkelde deze cel zich door de jaren heen tot al het leven hier op aarde. Dus de miljoenen planten, dieren en de mens die we nu kennen, is allemaal daarvan ontstaan. Ik zal 5 argumenten presenteren die deze theorie onwaarschijnlijk maken. Het eerste argument gaat over de complexiteit van de cel. Charles Darwin, die zei zelf, hij is de oprichter van deze theorie. Als kan worden aangetoond dat er een complex orgaan bestaat dat absoluut niet gevormd had kunnen worden door een groot aantal opeenvolgende kleine veranderingen, dan zal mijn theorie absoluut in elkaar storten. Als wij dus kunnen aantonen dat een complex orgaan niet kan bestaan door kleine stappen over een lange periode, dan is de evolutietheorie onwaar. Aldus Darwin zelf. En dit is bewezen. Het is bewezen dat het niet kan als we kijken naar een eenvoudige cel, zoals je ook hier op de foto kan zien. Een cel is zoveel meer complexer dan Darwin zelf had gedacht. Een eenvoudige cel is namelijk een samenstelling van verschillende op elkaar inspelende en aansluitende onderdelen die bijdragen aan de basisfunctie van een cel, waarna verwijdering van één van deze onderdelen resulteert tot het niet functioneren van een cel. Met andere woorden, alle onderdelen van een cel moeten volmaakt zijn, op de juiste plek zitten, in de juiste hoeveelheid en grootte, op de juiste volgorde, van werking op dezelfde tijd om te functioneren. Dit kan je goed vergelijken met een auto. Een auto kan niet rijden of functioneren zonder dat alle onderdelen tegelijkertijd op de juiste plek zitten. Zo kunnen dus ook levende wezens niet functioneren als ze stap voor stap worden geassembleerd of samengevoegd. Een ander voorbeeld dat dit punt verder verduidelijkt is de zweephaar. De zweephaar is zo'n organel dat dient voor de voortbeweging
van bacteriën in het water. Ook in de zweephaar observeren we enorme complexiteit. Een eenvoudig zweephaar is opgebouwd uit namelijk meer dan 50 verschillende soorten eiwitten, die allemaal feilloos samenwerken, zoals jullie ook hier op de foto kunnen zien. Het heeft geen vaste verbinding met de buitenwand van de cel. Aandrijfas van de zweephaar ligt los in de wand, wordt daardoor de motor aangedreven en draait in het rond als de schroef van een schip. Alleen al als ik deze werking en samenstelling hiervan hoor, klinkt het onwaarschijnlijk dat dit met toeval toch is ontstaan. Zo complex is het. En dit is maar een onderdeel van een eencellige organisme. Ook de zweephaar moet meteen vanaf het begin volmaakt zijn en opgebouwd. Anders kan het niet werken, want als het een van deze duizenden eiwitten aan de celwand vast zal zitten, dan had de zweephaar niet meer kunnen draaien en kon de bacterie zich niet meer voortbewegen. Dus dit is weer een ander voorbeeld van enorme complexiteit die Darwin aangeeft, die niet zomaar over een langere periode had gevormd kunnen worden. Het moest allemaal tegelijkertijd bestaan om überhaupt voort te bewegen, om überhaupt verder te veranderen. Het laatste voorbeeld dat ik zal geven ter onderbouwing van de onwaarschijnlijkheid van de evolutietheorie is de complexiteit van het oog. Weer, zei Darwin zelf, te veronderstellen dat het oog, met al zijn onnavolgbare handigheden, voor het regelen van de focus naar verschillende afstanden, voor het toelaten van verschillende hoeveelheden van licht en voor de correctie van sferische en chromatische aberratie door natuurlijke selectie gevormd kan zijn, lijkt, ik beken het ronduit, absurd in de hoogste graad. Zelfs Charles Darwin geeft toe dat het absurd is om te veronderstellen dat het oog langzaam in kleine stappen over miljoenen jaren heen is gevormd. In deze aflevering heb ik jullie dus uitgelegd wat de evolutietheorie precies inhoudt. We hebben gezien dat er onderscheid te maken is tussen microevolutie en macroevolutie. Microevolutie gaat over dat er binnen een bepaalde soort veranderingen zijn. En dit klopt, dit is geobserveerd, dit is waarheid. Maar wat geen waarheid is of wat een aanname is en daarom ook een theorie wordt genoemd, is macroevolutie. Dat stelt dat van soort tot soort veranderingen zijn geweest. Of dat een soort tot een andere soort heeft plaatsgevonden. En we hebben gezien, het eerste argument dat ik heb gepresenteerd tegen de onwaarschijnlijkheid, of tegen de waarschijnlijkheid van de evolutietheorie, is de complexiteit van de cel. Waarin Charles Darwin zelf heeft gezegd dat het onwaarschijnlijk is of absurd is om te veronderstellen dat zo'n complex organisme met de tijd heen heeft plaatsgevonden. En het moet tegelijkertijd zijn bestaan, zijn gecreëerd om te leven. Dank jullie wel voor het kijken van deze aflevering. In de volgende aflevering ga ik nog meer argumenten presenteren tegen de waarschijnlijkheid van de evolutietheorie. Dank je wel.